Oké. Ik heb nu dit. Het is anders dan mijn skateboard. Het is iets kleiner allemaal. Dus ik kan niet de tool gebruiken die ik op mijn skateboard heb gebruikt. Ik ga een andere gebruiken. Volgens mij is het ook iets ander hout. Ik ga even een stukje proberen wat ik gezaagd heb al. Oké, dat gaat nog wel een beetje een uitdaging worden, maar het is wel redelijk smooth. Dit heb ik erin gebrand, maar dat was de rand van het apparaat. Goedemiddag, ik ga jullie vandaag weer meenemen naar de strand. En het waait vandaag heel hard en de temperatuur is ook maximaal 24 graden. Maar het is wel lekkerder om te fietsen dan in de zwetende hitte. Al moet ik zeggen dat tegen de wind in fietsen niet mijn allerleukste hobby is. Maar het is wel lekker. Dit is al de derde keer dat ik ben gaan fietsen vandaag. Vandaag is het vrijdag. Is het vrijdag? Ja. En ik dacht, voor het weekend begint en de regeling weer wat losser wordt, dus heel veel mensen weer naar buiten gaan. Gezinnen mogen namelijk vanaf morgen weer gaan picknicken en zo. Al doen mensen dat nu, vind ik soms ook al wel. En mensen mogen weer recreatief gaan waterskiën en varen. En we mogen weer gaan shoppen voor non-essential items. Volgens mij zeg ik dit iedere keer wel een beetje. Het gaat echt iedere keer op en af met hoe ik me voel en wat ik wil doen of wat ik niet wil doen. En dat is best wel... Ja, dat heeft iedereen natuurlijk. Een paar dagen geleden dacht ik, had ik weer echt zo'n moment van... Oh mijn god, wat doe ik hier? Wat ben ik hier aan het doen? Moet ik niet toch een baantje zoeken of toch een kamer? Nou ja, dat soort dingen gaan dan door je hoofd en dan voel je je even heel erg naar en vervelend. Het water is hier helaas niet zo mooi blauw. Dat je allemaal vissen kan zien zwemmen of zo. Soms zie ik ze wel, want anders ik zie ze wel, jullie kunnen ze niet zien. Hierachter is trouwens de pier waar we in de eerste video of tweede zien dat we zijn gaan vissen. En dat is daar. Als ik dan ga zwemmen, dan was ik ook vaak even mijn haren met het zeewater. Naast dat je daar een hele leuke beach look van krijgt, zijn die mineralen die in het water zitten ook heel goed. Maar je moet het niet te lang laten zitten, want het zout kan je haar ook weer uitdrogen. Hi. I'm Isabella, this is where I took a picture of a tree. Then this next one is where I took a picture of Emma taking a picture of me, because we went to the park. And then this is where I sat down and took a picture of shadows. And this is where I just took a picture in the park. I like the park. Then I take more pictures in the park of the same place. Ooh, and then this is where I took a picture of Michelle taking a picture of me of leaves. And then I took a picture of Michelle again with the leaves. I experimented a lot with leaves. This is my favorite picture. The wind blew and the leaves were there and I took a picture. Then I took more pictures of shadows. This is where I decided to take a picture of a bug shell case. And then I took more pictures. I also like taking pictures of trees, so I took lots of pictures of trees. This was an experiment. I tried to put a leaf in front of it, but it didn't really work. And this, I don't remember taking this photo. This is the part of the day where I experimented a lot. I put leaves, pieces of bark, grass,
and lots of different things in front of the camera. Then I took a picture. I experimented a lot here. For example, this picture. I try and focus on something like a leaf and then take a picture of something else to make it look cool. But it only works half the time. I also put hay and trees in front of it. I think it was a success for most of them. Like, some of them didn't really work out, like this picture, or this picture. Or I'm guessing the next picture. Yeah, the next picture. This picture. Most of them didn't work. But some of them did. Some of them turned out really nice. Like this one. I also experimented more, for example, with the hay, but I don't think it worked as well. It just ended up in blobs of hay. I also like taking pictures of people taking pictures of me. And then Emmett was very bad. We tried to get him as a model, me and Michelle, but he ended up not really modeling. He just laid down in the grass and stuff. Then I tried to take a picture of ants. I almost got them here, but it was so hard because they move all the time and they're like so tiny and so fast. You can never catch them. Then I tried putting leaves in front of this one, taking a picture of Emmett. I think it was okay, but it doesn't really work. Then this is the time where I decided to put a pinecone branch in front. I like this picture and a couple other pictures I took of them, but some of them are not that great. Like, this one's okay. This one is funny. That one I really like. That's really pretty. This one, oh, okay. I went in front of a tree and the sun was coming down just a little bit, and I pulled the tree in so many different ways to try and get the sun into the camera while I was trying to take a photo. While it was half kneeling, half thing, and it wasn't possible. This is where I took a picture of flower. Then I took another picture of flower. I wanted to zoom in. I don't think I'm good at zooming in though. Overall, I think my experimental procedure at the park went well. Now how do I stop this? What did you make? Oh, hello there. Welcome to the dinner table. Today we have cooked paparienas. These are a Peruvian dish from the ancient times. Made with potato stuffed with a delicious filling inside. Bon appetit. Ik ben even naar het park geskaten. Ik was me al de hele dag aan het vervelen. Beetje niks aan het doen. En ik wilde heel graag naar buiten. Ik ben de afgelopen dagen niet echt ver weg geweest, omdat het weekend was en het was gisteren een feestdag. Dus dan is het niet zo slim om naar het strand te gaan, want dan is het daar heel erg druk. Dus ik dacht vandaag, ik was eigenlijk te laat met ver weg gaan, laat ik even hier in het park gaan liggen, wat ook super lekker is en waar niemand is. En in de schaduw is het heerlijk. Ook al wordt het is echt een stuk kouder geworden. Bijna 5 tot 8 graden kouder. En 's nachts is het helemaal een stuk kouder. Dus dat is wel heel erg wennen. Maar ja, weet je, dan is het nog 22 graden. Maar het waait wel heel erg, want het is weer een beetje koud maakt. Doordat ik me verveel, kwam ik er ook een beetje achter dat ik aan het nadenken was over van, nou, hoe voel ik me nou? Of, ik voelde me in eerste instantie heel erg doelloos. En toen dacht ik, oh, hoe voel ik me nou voor de rest? Want je gaat zo mee in die flow van het gezin. En ik denk dat ik me voornamelijk doelloos voel. En dan probeer ik dingen te bedenken of dingen te doen die me dan een soort doel geven. Of weet je, ik zou graag vrienden willen maken of een baantje, maar dat kan gewoon nu niet. Dan moet ik dan heel hard gaan trekken aan een doel. Nou ja, dat weet ik dus nog niet. Maar dat is best wel lastig. Ik ben niet verdrietig of zo. Ik heb ook nog steeds geen spijt dat ik hier ben gebleven. Maar het doelloze is wel een goede uitdaging voor mij. Ik heb ook niet zo heel veel energie of inspiratie om dingen te gaan doen. Ik ben wel begonnen aan een cursus gebarentaal. Dus misschien dat ik daar
wat dingen van ga laten zien. Dat is heel erg leuk. Eigenlijk is het een, ze noemen het gebaren challenge. En dat begint dus aan het begin van het jaar en dan krijg je iedere week een video. Omdat ik pas van het weekend begonnen ben, moet ik al die video's nu inhalen. Maar ik kan al best wel, ik ken al 40 gebaren. Bijvoorbeeld, hallo, goeiemiddag, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Tot ziens. En deze cursus of challenge, daar moet je ook bij praten, want je hebt weer twee verschillende. Eentje waar je alleen gebaren gebruikt en de ander waar je ook bij praat. Omdat slechthorende mensen ook vaak liplezen. Dat is een van de weetjes van de week. Dus ik kan het heel erg aanraden, want ik ken er nu al een stuk of 40. Iedere les leer je 10 gebaren. 10, soms iets meer, omdat je een hele zin krijgt. Bijvoorbeeld, ik hou van warme chocolademelk. Nou, dan heb je er meteen al wat meer. Of ze combineert ook dingen. Heel erg leuk. Link in de beschrijving. Als je met me mee wilt doen, laat het me weten. Ik heb in ieder geval al heel veel geleerd. En dat maakt me... Ik merk ook meteen dat ik enthousiast word als ik het daarover heb. Dus dat maakt het wel... Dat is heel leuk. En ik merk ook dat ik dat... Dat me ook een soort doel geeft. En ik werk ook nog aan die klok. Maar dat is echt een werk. Dat is gewoon niet leuk. Dat hout is gewoon zo irritant. Dus dat is echt een meer dagen project. Wat ook weer positief is. Maar het duurt ook wel weer... Best wel lang. Ja, ik hoor jullie allemaal denken, Michelle, wat doe je niet buiten? Maar waarom ben je aan het krabben aan die salontafel? Met 7 vingers. Nou, ten eerste regent het buiten. Ik wilde gaan skaten. Ik dacht, ik ga skaten. Ik dacht, ik ga skaten naar een nieuwe beach. Maar toen keek ik op... To my camera! Toen keek ik op buienradar. En toen was het regen. En nu regent het echt. Dus ik ben blij dat ik niet gegaan ben. Want ik overwoog om nog te gaan. En de paint, we hebben niet alles geschuurd. Maar er is wel verf gekomen op delen en dat ziet er dus zo uit en dat moet ik er nu dus afkrabben. Echt heel erg leuk. What are we doing, Bella? On a bike ride. We were to Nudgee Beach, but then a complete disaster. Well, not a complete disaster. It was a disaster of some sort. Yeah, we took the wrong way. We ended up going straight for a very, 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 very long time. Yes. Had to take a very, very big detour to get to where we wanted to go. So we decided to go back since we were falling asleep. And the sun will set eventually. And the sun is setting. I yawned a lot, so Michelle is now sleeping. Yes, she started yawning. Yawns are contagious. Yes. So we'll go again tomorrow. So, why did you get a haircut? You got a special date or something?